Nieuwe kerncentrales zien er in de toekomst mogelijk niet meer zo uit, maar zullen een stuk kleiner zijn. Steeds meer landen investeren in zogenaamde Small Modular Reactors, oftewel SMR's. Zo investeert het Verenigd Koninkrijk zo'n 250 miljoen euro in een SMR die door Rolls-Royce wordt gebouwd. Daarnaast zijn tal van andere landen bezig met deze kleine kerncentrales. Objectief nummer 1 is faire émerger en France d'ici 2030 des réacteurs nucléaires de petite taille innovants avec une meilleure gestion des déchets. Vooralsnog staan ze nergens, maar een SMR moet er ongeveer zo uitzien. Ze zijn zo'n 3 keer zo klein als een gebruikelijke kerncentrale en leveren daardoor ook minder energie. Volgens de Britse overheid moet 1 SMR alsnog genoeg energie leveren om een stad als Leeds van stroom te voorzien. Bij het bouwen van grote kerncentrales wordt veel gebouwd op de locatie zelf. Dit zorgt ervoor dat de kosten oplopen en dat veel kerncentrales veel later open kunnen dan gepland. De SMR's zijn modulair en worden als het ware als een bouwpakket in elkaar gezet in de fabriek. De reactors worden daarna op bijvoorbeeld een vrachtwagen vervoerd naar de locatie waar ze moeten komen te staan. Volgens Rolls-Royce zal 1 SMR zo'n 2 miljard pond kosten. Ter vergelijking, de grotere kerncentrale Hinkley Point C, die nu in aanbouw is in het VK, kost zo'n 23 miljard pond. De SMR's zijn daarnaast ook uit te breiden. Mocht er in de loop der jaren meer energie in een gebied nodig zijn, dan kunnen er reactors bij worden geplaatst. Volgens experts zijn de SMR's in principe ook veiliger. Maar deze SMR's gaan weinig betekenen voor de klimaatdoelen die voor 2030 zijn gesteld. Voorlopig draait er nog geen enkele SMR in de wereld en draait het nog vooral om investeringen en ontwerpen. Het duurt nog jaren voordat we kunnen zeggen of deze kleinere kerncentrales in de toekomst echt goedkoper en efficiënter zullen zijn. Duurzame energie kunnen deze kleine kerncentrales niet vervangen, maar ze kunnen er in de toekomst mogelijk wel een aanvulling op zijn.